heel erg tegen me. Kortom. Joa, welkom alweer bij de derde hele dag in New York en de vierde vlog van Kortom in Amerika. Ik heb even een koffie gehaald en een koekje en een donut. En ik ga nu een fietsje pakken en dan ga ik naar de Empire State Building. Waar ik Dylan en Chris weer zal zien. Dus let's go! Het is echt veel beter fietsen weer dan andere dagen. Maar ik voel wel van die regendruppeltjes. Dus ik hoop niet dat het dadelijk gaat regenen. Maar ja, dan gaan we gewoon iets binnen doen. Maakt het niet uit. In ieder geval ook wel fijn na die hitte van die andere dagen, want het was echt veel te benauwd. Het Empire State Building is in zicht, dus ja. King Kong! Het is echt heel lekker weer om te fietsen nu. Ik hoop dat het niet door gaat regenen, want nu mis je het gewoon een beetje. Lekker! Echt bizar hoe dat gebouw alweer gewoon bijna 100 jaar oud is. Dat ze dat gewoon toen konden maken, dat is echt onvoorstelbaar. En het is nog steeds een van de hoogste gebouwen van New York volgens mij. En wauw. Nou, ik ben er. Nu alleen Chris en Dylan nog vinden. Crazy! Waar zijn Dylan en Chris? Wow, ik weet niet wat je net kon zien, maar ze lieten mij echt keihard schrikken. Maar ik heb ze gevonden. Hey, en hier achter ons is het... Empire State Building. Dus let's go. We lopen nu naar Macy's en dat schijnt dus de grootste winkel te zijn in de hele wereld. 10 verdiepingen en hun hebben geen idee wat ik zeg. Want... Hier heb je Bill the Bear en dan kun je dus een eigen teddybeer maken. En die zit ook over heel Amerika. En Bradley zei eigenlijk dat ik dat moest gaan doen, maar sorry Bradley. Als ik in New York ben, heb ik iets beters te doen dan een teddybeer aan elkaar te planten. Macy's! Macy's! We go to Macy's! Chris, we go to Macy's! 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 Oké, eigenlijk is dit dus gewoon een soort van grote versie van de Bijenkorf. And that's it. The largest store in the world. Maar dan inderdaad net iets groter. What she said. Maar ja, niet heel veel bijzonders ofzo. Ik vind het echt heel vet. De roltrappen hier zijn gewoon helemaal van hout gemaakt. Hoe vet is dat? We gaan nu even naar een Starbucks om te bepalen wat we vandaag allemaal nog gaan doen. By the way, Chris en Dylan, can you show what you have on your wrist? It makes my shirt look cheap. Show it, other side. Trouwens, ik schaam me echt dood voor mijn accent. Toen ik net terugkwam uit Amerika, toen ik er een jaar had gewoond, was het echt heel goed, maar het is niet meer zoals het was. Helaas. Huh? What you call my mama? We nemen nu even pauze en we kijken even in de Lonely Planet waar we daar allemaal naartoe gaan rondom Central Park. En dan hebben we een stukje pizza op en ik ga daar nog iets anders halen op straat. Tell me how your pizza was. Nasty. Hey guys, we're going to Central Park right now and I am happy to be in New York City right now. And then we're gonna go to 34th Street and then 23rd Street. Later. Ik heb een broodje met tonijnsalade en ei en het is echt super lekker. En er zit nog van allerlei andere dingen op, maar ja, te veel om op te noemen. Dus Die sandwich was meer dan lekker. We lopen nu weer richting Fifth Avenue, maar het regent. Helaas, pindakaas. Helaas, pindakaas. You know what I mean? Helaas, pindakaas. It means like, unfortunately, peanut butter. And that's what we say when something is unfortunate in the Netherlands. Helaas, pindakaas. Helaas, pindakaas. Helaas, pindakaas. I speak Dutch now. Lachen dit, joh. Chris gaat even pinnen en ik en Dylan gaan ondertussen naar de Public Library. Die jullie vast allemaal wel kennen van die film National Treasure. Heel mooi gebouw ook. Wauw. What? Hey Dylan, look up. Grootste spiegel ooit. Wauw, super mooi. Het regent nog steeds. Dylan, how are you feeling? Tired. Tired? Already? We zijn even aan het schuilen in de regen in Grand Central. En ik heb een Oompa Loompa gevonden. Ja, echt.
What the fuck? Dit zijn dus de gouden Apple Watches. En ik vroeg net aan die meneer van Apple hoeveel ze kosten. De goedkoopste gouden Apple Watch is $10,000 en de duurste rond de $17,000. Het gaat helemaal nergens over dit. En het regent nog steeds, dus hebben we inmiddels van een of ander iemand op straat een paraplu gekocht. En nu gaan we alsnog naar Central Park, ondanks het vieze weer, maar ja, niks aan te doen, hè. In de Apple Store, na de regen. We zijn eindelijk aangekomen in Central Park, onder de paraplu, want het regent. Helaas, maar ja, we moeten het er maar mee doen. Beetje jammer dit, maar gelukkig heb ik het 4 jaar geleden gewoon gezien in de zon. We zitten nu onder een soort van tunnel om even te schuilen voor de regen, want het is echt gewoon niet chill meer. How do you feel about the weather? Not so good right now. We gaan nu even op zoek naar een restaurantje waar het lekker warm is, waar we even kunnen opdrogen, want dit is echt niet chill. Maar we hebben in ieder geval Central Park gezien. Dus ja, die kunnen we ook weer van het lijstje afstrepen, ook al had ik hem al ooit gezien. Met lekker weer. Ja, je mama was zo weer uitstaan. Dit blijft echt zo'n toffe combinatie om hier gewoon echt een park te hebben dat kilometers lang is. Gewoon tussen de wolkenkrabbers. Echt heel tof. Maar ik wil opdrogen en ik heb honger. Thank you. Hi. Dylan en Chris hebben inmiddels de trein gepakt naar hun verblijfplaats, want het is best wel ver weg, dus ze zijn op tijd weg. En ik zelf pak nu even de metro naar Chipotle, of Chipotle, een Amerikaanse soort van Mexicaans restaurant dat best betaalbaar is, dus met de metro nu. Subway. Hier is het tenminste wel droog. Weer. Ik wil geen regen meer. Finally. Het was echt super lekker. Ik had 3 taco's met 3 verschillende soorten vlees. En ik loop nu door de regen. Super koud. Doordat het zo belachelijk warm was al die andere dagen, heb ik er helemaal niet aan gedacht om iets met lange mouwen mee te nemen. Dus ik loop hier nu in mijn t-shirt. En fuck it, nu wil ik echt gewoon naar binnen. Ik ben er klaar mee. Het stormt gewoon, joh. Maar ja, ik kan in ieder geval zeggen dat ik New York heb meegemaakt in de zon en in de regen. Het is hier wel heel lekker warm altijd. Holy shit, ik ben eindelijk binnen en dit weer is echt niet chill. Ik hoop dat het morgen beter weer is, ja, en anders ga ik denk gewoon binnen iets doen met Chris en Dylan. En als ze niet willen, zonder Chris en Dylan, want dit is echt niet te doen. Maar ja, gelukkig waren gisteren en eergisteren in ieder geval al heel mooi qua weer en qua wat ik heb gedaan. En vandaag heb ik misschien niet heel veel gedaan, maar ik heb toch wel weer wat dingen gezien. Ik heb nu al heel veel gezien, behalve eigenlijk het onderste gedeelte van Manhattan, Chinatown, Little Italy ook niet. En dan natuurlijk het Vrijheidsbeeld, Brooklyn en Coney Island, als we dat nog halen. Maar dat is allemaal te doen in de paar dagen die er nog zijn. En voor vandaag is het voorbij. Nou, ik zie jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei!